1102. Dit is een Eiger, gebouwd in de Eigerfabrieken. Waar zit een MF-jasje om? Hoe kan dat, Arend? Ja, dat was in die tijd toen die fabriek overgenomen werd door MF. Toen werd daar ook gespoord naar Frankrijk. Maar ja, Eiger werd eigenlijk niet geëxporteerd naar Frankrijk, maar dan in een rood MF-jasje. Heb je deze trekker al lang op? Een jaar of 8-9. Ja, en zo origineel ook allemaal. Origineel geladen. Maar hij komt ook, je hebt hem geïmporteerd uit Frankrijk gekocht? Nee, ik heb hem van een dealer gekocht. Ja. En deze is eigenlijk hetzelfde als welke Eigers? 3105. De 3105. En deze is al uit bouwjaar, uit welk bouwjaar komt deze? 80-81. Ook zo, ja. Ja, helemaal gelijk. Wel met een MF grill. De motorkap is ook iets. Nee, het is precies hetzelfde. De grill is iets anders. Ja, de grill is iets anders. Even een kijkje in de cabine. Hij is hetzelfde ook als de 3105. Even een rondje. Het is ook gewoon een 30 kilometer bak, hè? Ja, 35 of zo loopt. Die loopt niet zo heel aan. Later, of die 31-25, die gaat wel. Daar zit wel 40. Dat is wel een 40 bak, hè? Hij heeft net al bewezen dat hij behoorlijk zijn mannetje staat. Jawel. Hij wil het nog wel doen.